kan ik er zeker van zijn of de Heere mij genadig wil zijn, ja of nee? Daar draait het om. Toen ik van de week hier zo mee bezig was, schoot me opeens te binnen die oudvader Van der Groen. Ik heb thuis een boek met brieven van Van der Groen. Een boekje brieven van Van der Groen. En in dat boekje kom ik een brief tegen van een schipper. En die schipper, ja, die was heel erg bekommerd, hè, want zo maar zeggen, aangevochten over zijn aandeel aan Christus. En hij topte daar zo mee. En hij had al vertrouwen in Van der Groen, hè, die stond natuurlijk al bekend. Dat was iemand, nou, die was al zeer te vertrouwen. Een secuur iemand. Die zou niet zomaar even zeggen, het is wel goed. Dus hij denkt, ik ga eens een brief schrijven aan Van der Groen. En dan moet hij maar eens zeggen wat hij er nou van vindt. En dan schrijft hij in die brief over wat hij wel eens van de Heer heeft mogen ontvangen. En heeft mogen ervaren. Hij schrijft in die brief over zijn zielenworstelingen. En ook al is dat hij wat vertroostingen mocht ervaren. Maar ja, uiteindelijk zat hij toch nog steeds met alles in het donker. En dan schrijft hij zo aan het einde van zijn brief aan Van der Groen. Ik heb u dit allemaal zo geschreven over mijn ziel. Maar ik moet zeggen, de Heere is vrij. Daar sloot hij zijn brief mee af. De Heere is vrij. Wat bedoelde hij ermee? Nou, ik hoop dat u dat begrijpt. De Heere is aan mij niks, maar dan ook niks verplicht. De Heere is vrij. Ik heb nergens, maar dan ook nergens vanuit mezelf recht op. Als de Heere mij de genade niet zou geven, kan ik niet zeggen dat hij onrecht doet. Ofwel. Ofwel. Zo is het wel, hè. Wij hebben geen enkel recht. Als de Heere mij voor eeuwig zou wegdoen. In hem, mijn vaste rots, is het onrecht nooit gevonden. Maar toch, nou komt het. Toen schreef Van der Groen hem terug. En dat heeft mij verrast. En dat geef ik graag door. Ik lees het voor. Een paar zinnen. Geliefde vriend, gij schrijft, dubbele punt, de Heere is vrij. Dat klinkt heel ootmoedig. Maar gij vergist u. Ik denk, wat gaan we nou krijgen? Dat klinkt heel ootmoedig, nou inderdaad. Maar gij vergist u. Want gij weet toch dat er een Christus is die de Vader voor ons arme zondaren in deze wereld gezonden heeft en hem heeft laten sterven. En dat Christus zichzelf in de belofte van het evangelie heeft verbonden, verplicht, om een volkomen zaligmaker te zijn voor iedere zondaar die maar wil. Letterlijk Van der Groen. Voor iedere zondaar die maar wil, heeft hij zich verbonden, heeft hij zich verplicht vanwege zijn belofte. Hij zegt dus, de Heere is niet vrij, ja, hij is wel vrij, ik heb geen recht. Hij is wel vrij van mij, maar hij is niet vrij van zijn belofte. Hij heeft zich, laat ik het zo zeggen, hij heeft zich vrijwillig verplicht. Zo moet ik het zeggen. Omdat hij zijn belofte heeft gegeven. Ja, als hij een belofte geeft, niemand kan mij dwingen als ik aan iemand iets beloof. Niemand kan mij dwingen. Maar als ik iemand mijn belofte heb gegeven, zit ik er wel aan vast. Die schipper zei, de Heer is vrij. Dat klinkt heel ootmoedig, zo van, maar je vergis je. Hij heeft zich verplicht en verbonden aan zijn belofte. Wel vrij van mij, maar niet vrij van zijn belofte. En die belofte heeft hij aan ons toegezegd en aan ons verzegeld.
Dus de Heer is vrij. Aan de ene kant is dat een hele ware opmerking. Alleen moet je hem niet verkeerd gebruiken. De Heer is wel vrij van mij. Maar omdat hij zijn belofte heeft gegeven en aan mij heeft geschonken en bevestigd, is hij niet meer vrij. En dan denk ik aan die uitdrukking van Richard Sibbes die ik al eens aangehaald heb. Nou, ik zeg met alle eerbied hoor. Maar toch, dat hij zegt, wij mogen de Heer binden met zijn belofte. Ootmoedig, eerbiedig, maar Heer, u hebt het toch beloofd. U hebt het toch beloofd, ootmoedig. Heer, gedenk aan uw woord.